Oh god, wat in godsnaam is dit? Oh, doet pijn aan mijn ogen. Oh, nee, liggen. Oh, meldkamer. Ambulance met spoed te plaatsen. Meneer, hoort mij. Goedendag, hallo. Ah, schoot verlost. Ik heb geen idee waar het is. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Alice Gruval en More. En vandaag ga ik pad met de Touran 2011. Gemaakt door Team MOH en een beetje omgebouwd door Wandertje. Shoutout naar iedereen. Ook deze diensttelefoon is van Wandertje. Voor de rest heb ik op dit moment nog wel een aantal dingen van Wandertje in mijn game. Dus toffe dingen die hij maakt. En ook iets wat jullie binnenkort gaan zien. Namelijk de Nederlandse brandweerpakken bij de Los Santos Rescue Division mod. Dus zoals ik jullie zei, kon daar alleen maar... hoe heet dat? Kon daar alleen maar Amerikaanse pakken. Maar inmiddels kan het dus door Wandertje ook de Nederlands pakken. Dus shout-out naar hem. Maar dat wist je al dat hij voor mij een dikke shout-out verdient. Die moeten we even goed doen. Zo. De laatste keer dat ik opnam in singleplayer is heel lang geleden. Dus het is echt weer even wennen. Ik heb niet zo'n zin meer. En dat is niet dat ik nu ga stoppen, maar ik had even geen zin meer. En ik heb wel nog roleplay opgenomen, zoals jullie dat ook hebben gezien op mijn kanaal. Dus ja, dat is een dat is ook leuk. En ik ben heel druk geweest hoor. Dus ik heb mijn PC nauwelijks aangeraakt. Dus, maar jullie hoeven niet bang te zijn. Komt helemaal goed. We gaan de straat op. We zijn inzetbaar. Met Wim. Met de Touran. En voor de rest geen bijzonderheden voor deze dienst. Even kijken wat los is met deze Jeep. Nou, dat is los, dat is nergens voor nodig, dat is uitdagen. Stop voor staan. Ctrl Q was geloof ik dat hij iets naar rechts ging. Oh, stop. Zo. Ctrl Q. Ja, oké. Okay. Zo. Goedendag meneer. Hey. Mag ik even een rijbewijs zien? Moment. Oké, meneer, die is verlopen. Dan moet hij even iets aan gaan doen. En waarom die burn-out? Traffic wasn't moving. Nou, ik geloof dat daar helemaal niemand voor u stond. Dus ja, dan ligt het aan u zelf. Ik krijg voor twee gevallen een bekeuring voor het verlopen rijbewijs en het van de burn-out. Het is zeer rustig. We staan er even te chillen. Misschien komt er nog wat voorbij gescheurd. Ze komen hier allemaal wel hard aan en dan hier remmen ze opeens. Maar GB voor de rest. Geen bijzonderheden. Nog steeds niet. Zo'n dikke wagen. Dispatch calling unit 6, Paul 20. Citizens report. A person with a knife. Even met een mes. Copy that, dispatch. Dat is verhoord. 6, Paul 20. Medical aid requested. Respond code 3. Proceed with caution. We zijn aan het steken. Nou, melding is vals. Wij geven een status 1. Wij zijn weer inzetbaar. Er was een melding binnengekomen van een persoon met een mes. Inmiddels ook een melding van een steekpartij. Of ja, eigenlijk van een mes aan, knife attack. Dus mes aanval, steek. Iemand die iemand is aan neersteken. In progress. Dus
is bezig, maar de melding leek vals of is vals. Wij met vervolg. Zie je een verdacht voertuig rijden? Hij is waarom die verdacht is onbekend. Ja, het zou wit zijn. Hij is white, dus dat is dit busje. Die staat hier met pech langs de weg ofzo. Ik ben bang dat hij ontploft. Dus ik ga even hier met blauw staan tot mensen die hier aankomen rijden, zoals die auto niet de schrik van hun leven krijgen, want kijk, je ziet hem nauwelijks staan. Die vrachtwagen kan er omheen, dus niet tot ze hier de heuvel redelijk hard omhoog rijden en vervolgens erop knallen. Maar als je zo hard rijdt kun je er ook over vliegen natuurlijk. We gaan even vragen wat dat los is. Ik weet niet of ik met hem kan praten. Deludamol. Is wel een medicijn of zo. Hallo. Wat is er aan de hand? Kan ik een checkje doen? Ik weet niet wat praten. Ik ga het volgende kenteken voor in aantrek. 05 Romeo India. Nee, mag ik even rijbewijs zien? Je zegt niet veel. Waarom staan we hier? Dat is de enige vraag die ik voor u heb. Zo, kom maar uit, stap inderdaad. Wat is er nou allemaal aan de hand? Ja, auto kapot of zo? Zeg je nog iets? Ik kan hem niks vragen ook. Dan laten we deze afslepen. Want ja, als hij niks zegt, dan ga ik ervan uit dat hij gewoon kapot is. En hij mag sowieso niet verder rijden. Dus hij krijgt van mij een waarschuwing. En dan kan hij zijn weg vervolgen. Warning. Fijn dat verder hoor. Ja? Is goeie. Ciao. Control end. End. Zo. Melding gekleerd. Nou, ik ga met vervolg. Weg weer vrijgegeven. Status 1. Blauw uit. En gassen. Algemene kentekencontrole. Wat doet hij? Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 6, 5, whisky, november, uniform, 0, 8, 3. No, 1099. Dat is die vrachtwagen. Ja. Attention all units. Citizens weer een verdacht voertuig. Gevaarlijk rijgedrag, linksvrij, rechtsvrij. Rijdt u alstublieft prio 2. Oh god, wat in godsnaam is dit? Oh, doet pijn aan mijn ogen. Ah, dat is heel fel. Stop voor een sedan. Oh. Neer, staan blijven. Staan blijven.
Zit er niet in achtervolging. Poging 2. Geen gekke dingen. Oh, oh, oh. Sorry. Daar stijgt hij op, joh. Goedendag. Hallo. Wat in godsnaam is dit? Heeft hij drugs gehad? Heeft hij iets gedronken? Mag ik even mijn drugstest opnemen? Dit ding is niet helemaal straatwaardig, zeg maar. Ik geloof dat ik nu de vrachtwagen heb gecheckt. Ik ga het volgende kenteken. Nu wel even speekseltest. 1, Alpha, Whiskey, Delta, 6, 5, 4. Kom even aan de kant staan, hoor, meneer. Je bent de eigenaar van het voertuig, zie ik. U heeft een ingevorderd rijbewijs voor waarschijnlijk gevaarlijk rijgedrag met het ding. En het voertuig is niet verzekerd. Ja, dat lijkt me vrij logisch. Je mag uitstappen. Ik ga het voertuig in beslag nemen. Kan het licht uit? Man, man, man. Dat is echt zo'n chemische kleur. En u krijgt van mij een bekeuring voor dit voertuig. Nou, die zullen we over 5 kilometer nog wel ergens zien. Of vrachtwagen al stijgt op naar het ruimteschip. Ondanks alles, toch een fijne dag. En mocht je je voertuig terugkrijgen op een manier wat ik niet zou begrijpen, niet logisch, maar goed. Melding is afgerond, wij gaan met vervolg. Wat doe jij nou? We gaan eens rechtdoor. Ik wil rechtsop gaan, maar we gaan rechtdoor. En hier linksop. Oh, asociaal afsnijden mag niet. Doen we toch. Een vrijstelling. Dus, ik heb laatst met de ambulance meegedraaid. Twee diensten. Oh, ik skip het groene licht. Of ik had niet door. En daarbij was ik gefilmd. Maar ik heb na lang zoeken contact gekregen met de... met de filmer, oh sorry meneer. Alleen had het filmpje al verwijderd, omdat we een beetje laat blauw en zo aanzetten. Maar hij ging zijn best doen. Om het filmpje terug te krijgen. Dus zou wel super tof zijn. Call is concerned about the employee Cospe Gaspero, oké. Okay. Dus we hebben een melding of we even kunnen gaan kijken bij Cospe Gaspero of zoiets. Wim bijt ondertussen even op zijn nagels. De baas zou waarschijnlijk al een paar dagen niks gezien of gehoord hebben van de persoon. Daarom bel je vaak. Je zult niet bellen als een van jouw medewerkers één dag niet komt en niets heeft laten weten. Dan zul je niet echt snel al meteen de politie ervoor bellen. Dus ik neem aan dat die al een paar dagen niks meer heeft gehoord. En krijgt ze niet te pakken. We gaan even rechts langs. Dus vandaar dat wij worden opgeroepen. Zal een 0900 melding zijn geweest. Tenzij er echt aanleiding is tot er iets is gebeurd. Geweldsdelict of zo. Rechtsvrij. Rechtsvrij voor mij ook. Kan ik hier naar binnen? Ja. Iedereen is hier altijd zo blij met mij. Oh, sorry. Oh, dit gaat helemaal verkeerd. Dit gaat echt verkeerd. Oké, okay, het gaat goed. Mooi. OC 12-0 te plaatsen. We gaan een kijkje nemen. Het belangrijkste is dat we iemand zien staan. Zien we niemand staan? Dan is het niet goed, hè? En ik zie niemand staan. Oh, nee, liggen. Oh, meldkamer. Ambulance met spoed te plaatsen. Meneer, hoort mij. Kort hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. Medical aid requested. Oké, okay, meldkamer, reanimatie gestart. Geen ademhaling, geen pols. Van het ziekenhuis. Respond code 3. Ambu is aanrijdend.
Oké, onze AED geeft aan dat het geen zin meer heeft. Dat betekent niet dat wij zomaar mogen stoppen. De ambulance is heel dicht in de buurt. Of ja, die is hier vlakbij. Ja, normaal komen er twee ambulances. Maar dat kan niet. Als ik nu nog eens een ambulance oproep, dan komt er een brandweerauto. En aangezien de ambu er toch al is. Ik ga de ambu even opvangen. Hierzo. Hoi. Yes. Ga maar eerst. Ja, goed zo joh. Nee, niemand is in paniek hoor. Ambulance start ook te Rea. Ik had eigenlijk wel zo'n vermoeden dat er moeders aan de hand zijn, maar als hij al een paar dagen niet is gezien, dan vrees je toch het ergste. Maar hij heeft nog een kleurtje. Nu heeft hij nu heeft hij sowieso al een iets donkerder huidskleur, maar hij leeft. Maar je kunt natuurlijk ook hartstikke wit zijn en koud en dan weet je al genoeg. Maar hij leeft, hij gaat met spoed naar het ziekenhuis, onze taak zit erop. Dus hij voelde zich waarschijnlijk een paar dagen ziek, is niet gekomen naar zijn werk en is het nu net verkeerd gegaan. Gelukkig was Wim er. Dus wij gaan door. Ben ik ergens tegenop gereden? Ja, tegen de fietsen natuurlijk. Collega's gaan naar een demonstratie. Dat is ook echt helemaal drie keer nergens voor nodig. Luister dan of stop voor ze dan. Rijd er rood. Ah, ik heb dus een verloging, maar volgen. Nou, kunnen we het zo goed gewoon hier even het steegje in gaan. Hallo. Hi. Reden dat ik aan de kant zet is de burn-out. Vanwaar de burn-out? Ik ben niet ons voor verplicht hoor. Gewoon maar voor te gaan het controleren, agent. Oké, dat is mogelijk. Dan krijg je wel een keur voor. Voertuig, is er alles goed met je APK, verzekering? Staat hij geregistreerd? Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 2, 1, Zulu, Whiskey, Juliet, 2, 5, 5. No, 1099. We zijn careless driving. Reckless driving. Ik zal even kijken of burn-out er nog specifiek bij staat. Nee, ja. Nou goed. Dan krijgt hij die van mij. Een flinke. Maar het is, het valt onder gevaarlijk rijgedrag. Ik schrijf het even op, dan mag u weg vervolgen. Heeft de rijbewijs teruggekregen van mij. En ik zie hem vanzelf in de brievenbus verschijnen. Oeh, daar heb je geluk. Oh nee, daar heb je geen geluk. Maar ja, ik laat hem gaan. We gaan hier eens even kijken. 12-01-13, 12-01-13. Of niet. Mijn melding, winkel die stal. We have a petty theft in Strawberry. Hier een kat, daar nog een. Links vrij. Links niet vrij. Die laat mij blijkbaar door. En rechts vrij. Pak even de trambaan. Links. Vrij rechtsaf. We have a suspect resisting arrest in. Gaat er vandoor. Strawberry. Rechtsvrij. Ik
Goedendag, hallo, u bent aangehouden. Jij hebt een vuurwapen, dat mag absoluut niet. Gaan we in de administratie zetten. U bent in ieder geval aangehouden door mijn collega van de beveiliging. Dat is mijn uitspraak, daar moet je mee doen. Ciao, adios. Dat was... Oh wacht, we moeten natuurlijk even terug. Hè. Even een verklaring opnemen. Oh, oh, oh. Even veel gas geven, dan slippen we die bocht hier wel door. Zo. En daar zit ze. En daar zijn de collega's van de landelijke eenheid. Rechtsaf. Oh, oh. Zo. Gaat er alles goed? Ik hoor iemand schreeuwen. Het zal wel. Goedendag, hallo, wat is het, vertel. Ja, 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 ja hoor, komt helemaal goed. $303 aan spullen voor diefstal, of aan spullen gestolen. Rende daarmee weg en heeft ook een beveiliger geslagen. Daarom had hij waarschijnlijk ook zijn vuurwapen gepakt. Dat mogen ze sowieso niet. Ik zou hem officieel moeten aanhouden voor verboden wapenbezit. Of in ieder geval moeten doorvragen. Maar het is toch GTA en dan blijf je bezig. Dus alleen de mensen die ons iets aandoen met een vuurwapen. Of die een vuurwapen in hun handen hebben wat de melding is. Die pakken wij flink aan. We zullen daar nog eens gaan kijken. Het zijn veel prio 2'tjes vandaag. Nu legt een dikke prio 1. Misschien komt hij nog. Dat is verhoord. 6 Paul 20 is responding code 2. Target is average Caucasian male. Brown hair, short sleeve shirt, dark pants. Zou een melding hebben. Contactverbod negeren. Wanneer ze praten met de persoon die het heeft gemeld tot die de desbetreffende persoon heeft aangetroffen. Daar staat hij. En ik heb zo'n vermoeden dat hij een steek loopt. Help! Please, officer! Listen, there's this guy. I have a restraining order against him. He was literally just here. I just saw him. Listen, you need to get him out of here. Please, can you help me? Yes. Is het die uit? Hoi. Blijf staan. Oh, did that fucking idiot send you after me? Rusgana. I swear I haven't done anything wrong. I really haven't done anything wrong. All I did was stop off and try to make things up to her. Ja. Is that a fucking crime, pig? Oké, je bent aangehouden. Dat is niet de gang van zaken. Police, stop whatever the hell you're doing. Het is niet aan jou om dit op te lossen. Je hebt een contactverbod voor iemand tegen jou gekregen, als dat de zin is, zeg maar. En dan heb jij niet het recht om dat zelf proberen op te lossen. Dat kun je via een advocaat doen. En je schoot mij uit. En dat mag niet. Ik ga een transportje deze kan naar BC en voor de rest alles under control. Nee. Nee. Blijf. Oké, hij zit al. Greetings, hoi. Je neemt hem maar mee, alsjeblieft. Ik heb hem niet gefouilleerd, excuses. Er zit misschien iets in het tasje. Moet je zeker even checken. Doei. End, als het kan. Control I. Control End. End call out. Oké, okay. Alles is goed. Attention unit 1, Lincoln 18. We've got a code 99 in La Porta. Dit is wel een prioritje 1. Rechts op, daarna links op, rood licht, een verkeer heeft mij gezien. Collega vraagt assistentie bij een verkeerscontrole. Of een voertuigcontrole, beter gezegd. Rechts vrij. Schoot gelost. Ik heb geen idee waar het is. Rijdt u alsjeblieft prio 1. Rijdt wel goed. 1202 OC, we komen dan. Ja, ik rij goed. Jongens, jullie rijden allemaal verkeerd. Oh, for fuck's sake.
geen tijd om gehad om mijn vest aan te doen, is voor mij vrij. Ja, dat red ik. Hap, laten vallen! Zo, dat was één. Dekking zoeken. Wapen laten vallen. Zo. Oké. Okay. Goed veilig. Wapen bergen. Die was recht door het kopje. En dan gaan we even een mooie pikken maken, want er komt een mooie brancard. Zo, heren, bedankt en tot de volgende maar weer. Doei! Oh, ze gaan meteen naar die, want ja, die was ook net doodgeschoten. Achter ons vrij, wij rijden mee met de Volvo.